Ik denk dat de eerste grote verandering er gekomen is met de overgang van het weven met schietspoelen naar grijpers bijvoorbeeld. Dan de tweede revolutie die er gekomen is, is eigenlijk de overgang van de klassieke jacquard naar het elektronische weven. Ja, dus waar het jacquardmechaniek vervangen wordt, in eerste instantie door een soort half-automatisch systeem en dan later naar een full electronic jacquard. Dus eigenlijk zat er daar een soort contradictie in. Ja? We weven sneller en sneller, dus we hebben meer en meer capaciteit. Maar aan de andere kant, op verkoop wordt het langzaam meer een spekkenwinkel. En dat ging niet samen, dat vloekte. Dus wat eigenlijk ook de rentabiliteit van de bedrijven in gevaar gebracht heeft, in een bepaald geval. Afgepaste tapijten die werden verkocht de wereld rond. Maar specifiek qua design en kleur, gericht naar iedere markt. Of grote markten, grote delen van de wereld, laat ons zo stellen. Wat je bijvoorbeeld in Amerika verkocht, dat kreeg je aan de straatstenen niet kwijt, in het Verre Oosten bijvoorbeeld. Ja. En dan voor vast tapijt, ja, dus wall-to-wall, ja, dan was het land bij uitstek. Engeland, en ja, Engeland, Schotland, een stukje Ierland. En daarmee was het gespeeld. Bijvoorbeeld Rusland, iets dat we persoonlijk heb ik het nooit begrepen, van waar het kwam of van waar het gekomen is. Plots kon ieder getouw in de streek dat maar kon draaien. En die vrachtwagens kwamen maar aanrijden, die stonden soms aan te schuiven om beladen te worden. Iedereen in de streek draaide voor Rusland. Waar die tapijten naartoe gegaan zijn, God weet het. Maar in ieder geval, ze zijn gemaakt geweest. Ja. En dan plots was het met de schaar afgesneden, gedaan.